Je hebt een app en die moet natuurlijk gevonden worden door heel veel mensen of heel veel bedrijven. Je wil hoog staan in die App Store. Maar hoe doe je dat? Misschien door marketing, maar misschien ook wel door ontwikkeling. Vandaag vragen we aan Robert Marx van Klemmer & Code hoe je door ontwikkeling hoog kunt komen te staan in de App Store. Ja, welkom bij de podcast In Eigen App. En in deze podcast gaan we steeds op zoek naar hoe kunnen we nou die eigen app realiseren. En vandaag pakken we het stukje beet van hey, hoogstaan in die App Store door ontwikkeling. Heel interessante manier om dat te combineren. En dat vragen we dan aan Robert Marx van Klemmer & Code. Robert is directeur-eigenaar bij Klemmer & Code, IT-ondernemer, maar ook zelfs investeerder. Dus heel interessant te zien welke rol hij inneemt in die markt. Hij vertelt hoe je hoog kunt ranken in de App Store. En dat niet alleen afhangt van je idee of je marketing. Nou, daar ben ik heel benieuwd naar, want dat is een heel nieuw perspectief. Welkom Robert, leuk dat je erbij bent. Heel leuk om hier te zijn, David. Top, leuk. Robert, ja, zoals je weet, ik wil mensen altijd anders voorstellen dan een formele titel of wat ze doen. Dus ik doe het op een informele manier. Robert, stel je was een kleur. Wat zou je dan zijn geweest? Ja, ik ben benieuwd of de kijkers, die heb je wat minder. Maar de groene kleur achter jou, die spreekt mij erg aan. Dus ik had van groen. We houden ervan om een veilig haven te zijn, rust uit te stralen. Niet alleen voor personeel, maar ook voor onze klanten. Ja, dat bereik je op verschillende manieren. Brutal honesty is daarbij bijvoorbeeld een belangrijke in. Soms is het lastig om eerlijk te zijn, maar we proberen altijd eerlijk te zijn. En op die manier ben je de veilige haven. Je wordt ook rustig van groen, hè? Dus als je groen ziet, je brein wordt daar rustig van. Door op tijd op te leveren, door geen stress te veroorzaken. Op allerlei manieren proberen we die rust uit te stralen. En daarom vind ik groen eigenlijk wel een hele fijne kleur. Ja, daar kan ik me eigenlijk wel iets bij voorstellen, het groen. Ik zal ook meteen zeggen, mensen die het misschien kijken, ja, ik heb misschien een groene achtergrond, maar dit is... God, dit is Hollywood, dit is Hilversum, dit is een greenscreen. Ja, ja. Dit wordt straks helemaal mooi blauw, hopelijk, in de opname. Maar goed, inderdaad, groen, rustige kleur, dat vind ik wel mooi. En dat is ook wel het vrouwen dat je uitstraalt, want... Een van de dingen die ik van jou weet, of van Klemmer & Code weet, is dat jullie garanties geven over de kwaliteit van de apps. En dat is ook echt iets unieks. En iets wat ik niet vaak zie, zeg maar, hè, waar mijn ontwikkelaars toch over struikelen. Maar goed, interessante perspectief, leuk. Ja, Robert, even kijken. Je bent dus iemand die een veilige haven geeft, maar ik ken je ook wel eens iemand die meedenkt, die juist wel in de creatieve zit, die echt wel ja, ook bepaalde gedrevenheid heeft. En volgens mij komt dat heel erg overeen met waar je voor staat. Die 5-sterren-apps. Hè? Dus een app die 5 sterren haalt in de rating in de App Store. Wat is een 5-sterren-app, Robert? Ja, dat is meer dan 4,5 ster. In het kort. Hè? Dus zo simpel is het eigenlijk. Maar daar komt natuurlijk heel veel bij kijken. Wij hebben inderdaad garanties op 5-sterren-apps. Wij geloven erin dat als je het doet, dan moet je het goed doen. Het wordt ook steeds belangrijker, die sterren. We merken dat niet voor alle apps, maar dat er wel veel apps zijn waarbij ranking hele positieve invloed kan hebben op het bedrijf, op omzet, op downloads, op alles. Dus vandaar dat we dat als een beetje als speerpunt hebben gepakt en daar vaak naartoe werken in zeg maar 75% van de gevallen. Ja, precies. Dus een app die hoog ranking krijgt in een App Store. En ja, dan is natuurlijk de vraag van, hey, jullie richten je daarop. Hoe bereik je dat dan? Want ja, dat lijkt me toch best wel moeilijk. Hoe kom je aan een 5-sterren app, zeg maar? Ja, gelukkig is het moeilijk, David. Want anders waren we niet zo onderscheidend. Nee, daar komt best wel wat bij kijken. En laten we zeggen, bijvoorbeeld de hygiënefactoren, daar begint het natuurlijk mee. Hè? Dus de veiligheid die moet gewaarborgd zijn, de snelheid van de app. Bugvrije software bestaat niet, maar je moet er wel naartoe werken. Dus ook bugvrije apps bestaan niet. Maar wat ook een hele belangrijke is het intuïtieve gebruik. Dus gebruikers gebruiken steeds meer apps, nog steeds. Hè? Dus het is bizar hoeveel mensen apps gebruiken. Dat groeit, ook dit jaar is het weer gegroeid. Maar mensen, omdat ze meer apps gebruiken, zijn ze ook kritischer. En kritisch wil zijn, je moet meteen snappen hoe die app werkt. Dus geen tutorial, gewoon by default moet je snappen. Met je reptiele brein moet je meteen snappen hoe die app werkt. Nou, dus wij zeggen vaak, simplicity is the ultimate sophistication. Dus echt, hoe moeilijk de app ook aan de achterkant is, hoeveel vette dingen we ook kunnen maken. Voor die gebruiker moet het heel erg makkelijk zijn. Daar hebben we natuurlijk onze manieren voor. En een tipje van de sluier, we gebruiken... Voor ons zijn de Apple Human Interface Guidelines en voor Android de Google Material Design standaarden zijn echt wel heilig. Voor degene die niet weet wat het is, dat zijn de manieren zoals Apple denkt dat een app moet werken en andere manieren, echt andere manieren voor Android, hoe
Android denkt dat een app moet werken. En die houden we vast. Enerzijds om kosten te besparen, want we werken met vaste componenten. Maar een heel belangrijk element is eigenlijk wel dat je daarmee ook de app maakt zoals mensen verwachten dat die werkt. Ik adviseer het nooit, maar mensen gebruiken de apps ook wel eens als autorijden. Nou, met autopilot is dat misschien goed, maar in principe is dat natuurlijk helemaal niet goed. Maar je moet het wel kunnen gebruiken. Dus als je bezig bent met iets, doe een parkeeractie. Mensen zijn niet meer bereid om te wachten. Mensen worden steeds ongeduldiger. En terecht, er zijn zoveel dingen waar je op moet letten tegenwoordig. Dus dan moet het echt heel fijn werken. Maar dat is niet alles. Wat ik ook nog even wil laten aangeven, is natuurlijk feedback. Goed luisteren, reageren op feedback. Dat is echt heel belangrijk. Die gebruiker moet zich echt gehoord voelen. Als je dat niet doet, dan krijg je ook geen 5 sterren. En je moet klanten, gebruikers, continu verrassen. Verrassen met nieuwe functionaliteiten. Dus enerzijds luister je en neem je functionaliteiten mee in doorontwikkeling. Maar eigenlijk als ze aan je hebben gevraagd, dan ben je eigenlijk al te laat. Hè? Dus je wil die veilige haven zijn. Dus je wil zeggen, wat is het next ding wat hij nodig heeft? En dat continu doorontwikkelen. Zoals een website nooit af is, is een app eigenlijk ook nooit af. Dus blijf doorontwikkelen. Ik denk ook niet dat je in één keer klaar bent. De realiteit is gewoon, als je die 5 sterren wil behouden, op langere termijn, dan moet je er rekening mee houden dat je toch ieder kwartaal dan een keer een update doet met iets nieuws. Ja, wat ik interessant vind is wat je zegt, namelijk het ligt aan bugvrij maken, ligt aan een apart design van Android en Apple. Dus de UX of UI zou je kunnen zeggen, dus de user experience of user interface. Dan heb je het ook nog over feedback van gebruikers en nieuwe features. Dat vind ik een heel goed lijstje. Je verraadt ook al iets over hoe je die app opbouwt. Want je zegt, je hebt een apart design van Apple en Android. Zijn dat ook 2 verschillende apps? Hoe pak je dat aan? Ja, het zijn 2 compleet verschillende apps. Verschillende codebases, verschillende apps. We hebben ervoor gekozen om alleen native te bouwen. Dus alleen in de eigen taal van Apple en Google. Daar worden mensen altijd een beetje angstig van. Want ze zeggen, 2 apps, dat kost dan ook 2 keer. Dat kost niet 2 keer zoveel. Dus de factor is ongeveer 1.2, 1.3 door een aantal technieken. Maar je hebt wel echt 2 verschillende apps draaien. En dat zorgt ervoor, native heeft heel veel voordelen om ook weer tot die 5 sterren te komen. Dus you're a joker if you settle for mediocre, zeggen we hier ook wel eens. Dus niet op 1 platform, cross-border platform, 2 apps draaien, dan doe je altijd concessies. Dan voelt die gebruiker zich niet thuis, is onze visie. In veel van de gevallen, hè, er zijn ook redenen om wel cross-border te gaan hoor. Maar wij kiezen ons ervoor, wij hebben onze focus met het bedrijf, met 23 man, focussen wij ons alleen op native apps, om daar ook in te exploreren. Dus ik geloof zelf ook heel erg in focus. Dus focus hier op dit gesprek, hier in het nu, daarmee bezig zijn. Maar ik geloof ook voor je bedrijf op een focus. En iedereen die taken heeft op een focus. En zo werkt dat ook met... Dus om te onderscheidend te zijn, om goed te zijn in wat we doen, doen we 1 ding, en dat doen we nu zo'n 13 jaar, en dat is native apps. Ja, dus even voor de duidelijkheid, je kunt cross-platform ontwikkelen. Dus dan wil je zeggen, je bouwt 1 keer een app en de software zorgt eigenlijk voor dat een Android een iPhone-app uitgetrokken wordt met zijn eigen voor- en nadelen. Je kunt ook zeggen, ik bouw 1 keer native, hè, zoals Android, oftewel Google, hè, en iOS, oftewel Apple, het heeft bedoeld, als het ware, een eigen taal aanleveren, dan bouw je 2 keer een app. En dat vind ik interessant dat je dat zegt, hè, want je zegt, dat is 20-30% meer, 1.2, 1.3 factor. Ja, dat is wel grappig, want dat hoor je bij cross-platform ontwikkelaars ook, dat ze zeggen van, ja, het is niet dat je maar 1 keer de kosten hebt. Hè. Je hebt nog steeds wel, hè, dus als je 1 keer bouwt op cross-platform voor iPhone, bij wijze van spreken, en daarna naar Android, heb je ook meer kosten. Dus dat komt heel dicht bij elkaar te liggen op een manier. Dus ik ben heel benieuwd naar hoe je, welke elementen je dan gebruikt om tot die 1.2 of 1.3 te komen. Je bedoelt hoe ik die 20-30%, hoe die factor is berekend, of hoe we daar komen. Ja, ja, je zei een aantal technieken, noem die net even misschien. Ja, dat vind ik interessant daar meer over te horen. Ja, dat is ook wel leuk hoor. En daar kan ik ook heel lang over praten, want dat hebben we natuurlijk. Dat is een heel hot thema. Laten we zo zeggen, bij cross-border platformen tweak je elementen, maak je elementen anders, maar dan zit er vaak met tussenlagen. Hè? Dus dan heb je een code op een plaatje. En dat zorgt voor vertraging, tragere apps, zorgt voor bugs. Zorg voor als er software updates zijn, nieuwe telefoons, dat die cross-border apps niet meteen werken. En bij native heb je een aantal voordelen, wat ik al zei. 1 daarvan is met updates. Alles staat meteen al goed. Dus komt er een nieuwe iPhone uit met een notch, dan werken alle apps in native meteen. En cross-border land is in rep en roer, zeg maar. Want die moeten snel aanpassen.
En dan moeten die crossborders ook nog die aanpassingen gaan updaten. En dan zit je te wachten als app-eigenaar op die updates. Om dat zo snel mogelijk te refreshen. Nou, wij zijn die veilige haven, dus bij ons is bijvoorbeeld onderhoud veel minder. Ja, mooi, mooi. Er komt een vraag binnen van Wilma. Wilma die vraagt, hoe kan onderhoud minder zijn als je er 2 moet onderhouden in plaats van 1? He, dus als je 2 native apps hebt in plaats van 1 cross-platform app of cross-border, zoals jij zegt. Kun je daar iets over vertellen, Robert? Ja, zeker. Goeie vraag, Wilma. Leuke vraag ook. Ja, je bent op 2 platformen, moet je onderhoud plegen. Dus dat kost meer tijd. Dus je moet het 2 keer doen. Als er dingen updates zijn, dan kun je dat doen. Maar als je in de eigen taal bouwt, dan hoef je significant minder updates te doen. Dus dat percentage is zo groot dat je dat compenseert ten opzichte van cross-border. Dus je zegt van, ik pak cross-border, even voor mij op 1 plek mijn code te beheren. Nou, dat is dan, wat David net al zei, niet altijd waar, want je hebt al aanpassingen die je moet doen. En je ziet dat cross-border zorgt voor meer bugs. Meer bugs kost development tijd, dus die ben je kwijt. Een andere reden is dat je zegt, wij moeten dat toch de hele tijd monitoren, want het kan zomaar fout gaan. Dus je bent bang voor de reviews, want er kan zomaar een bug tussen zitten. Ja, en dat is allemaal gewoon wat relaxter bij Native. Er zit wat relaxter met het. We hebben een klantservice 24/7. Ja, daar wordt nauwelijks gebruik van gemaakt. En dat geeft wel aan, denk ik, hoeveel dat scheelt. Oké, duidelijk. Ja, dat is trouwens ook wat Bob zegt. Bob reageert misschien omdat er minder errors zijn. Maar dat hoor ik jou ook zeggen, toch, Robert? Aanzienlijk minder errors, ja. Dat is een goede samenvatting van Bob. Bob heeft ook een kortere naam dan ik. Robert is in het Engels, is dat ook Bob. Dus in Amerika word ik Bob genoemd. Dus ik kan me helemaal... Ja, ik ben helemaal blij met Bob. Ja. Mooi. Hey, leuk. Hey, Robert, dat klinkt allemaal goed. Kun je ook een voorbeeld geven van de praktijk? Hoe jullie met Clemmers Code zo'n 5-sterren app hebben gerealiseerd? Jazeker. Dus gelukkig hebben we meerdere voorbeelden. maar misschien wat leuk is, een recente app die we... volgens mij 2,5 maand, 3 maanden geleden hebben we gelanceerd. Het is de Get Serious Fitness Lab. Dat is een hele lange naam. Serious Fitness App. Het is een start-up. Dus daarom noem ik dat voorbeeld. Omdat ik weet dat je veel luisteraars hebt die beginnen met een nieuwe app. Zo ook 3 heren. Die echt wel heel kundig waren. Die in mijn ook heel kundig zijn. Hartstikke leuk om mee te sparren. Maar natuurlijk, ja, je hoort al fitness, dan denkt iedereen al meteen, jeetje, er zijn er niet genoeg fitness apps, jongens. Hè? Er zijn zoveel fitness apps. Dus om onderscheidend te zijn in de fitnessbranche, ja, ga daar maar aan staan. Begin daar maar eens aan. Ga maar eens investeren in een app waar de concurrentie zo hoog is, die Rode Zee. Hè? Dus dan is die ranking, zeker als je met abonnementsmodel, wat ze doen met Get Serious doet, willen werken, dan moet die app... Ja, ik zou zeggen perfect zijn. Dus details matter, get things right. Het moet helemaal kloppen. En zo hebben we dat ook voor Get Serious gedaan. En die rank ook 4,95 of zo op dit moment in de Apple Store in ieder geval. Toen ik het eerst checkte. Maar Android scoort ook heel goed. Dus die gebruiker wordt heel positief verrast. Ze krijgen hele fijne feedback. En daardoor ook loyale gebruikers. Dus van de downloads die worden gedaan. Hè. Dus daar strijd je voor. Hè. Krijg maar eens een download voor elkaar in de tijd met zoveel prikkels. Maar je ziet vorige week nog 28 nieuwe Android-gebruikers. Maar die 28 nieuwe Android-gebruikers, zij weten dat heel veel mensen blijven. Oké, we hadden het voorbeeld van de fitness-app hebben gehoord. En ik ben nog even benieuwd. Hè, van, stel nou, zij hadden dat cross-platform ontwikkeld. Merk je dan echt het verschil? Want cross-platform, ja, zeker met React Native en met Flutter, het benadert steeds meer die native experience. Hè. Dus zeker met Flutter, hè, dat ook echt van Google zelf komt, ja, zit je toch op misschien 90-95% van de ervaring die je op native hebt. Ja, en het heeft ook wel echt voordelen dat je misschien sneller kunt ontwikkelen. Misschien niet per se goedkoper, maar in ieder geval sneller, omdat je 1 keer ontwikkelt. Ja, wat vind je daarvan? Stel die fitness app had het cross-platform laten ontwikkelen. Had ze daar echt nadeel van ondervonden, denk je? Als ze Flutter hadden genomen, dan waren ze in onzekerheid. Want Flutter is van Google, dat klinkt heel geruststellend. Maar zo zijn er natuurlijk voorbeelden van cross-border platform van Microsoft die uit de lucht zijn gehaald van de een op de andere dag. En dan moet je alsnog over naar native. En native blijft altijd bestaan. Hè? Dus native...
dat is here to stay. Ja, het kan zijn dat Apple een keer ermee stopt. Of dat Google helemaal stopt met de apps, dus Android apps ermee stoppen. Maar die kans is klein. En als die stoppen, als Android stopt, dan heb je ook geen Android app meer nodig. Dus die zekerheid weer, die veilige haven. Van oké, ik weet zeker dat ik hierop door kan bouwen. Dat de app die ik bouw, dat die waarde heeft voor deze jongens. Van Get Serious was het vooral ook belangrijk dat ze waarde bouwen in een bedrijf. Dus ze krijgen intellectual property, wordt van hun. Ze hebben een app, die app kunnen ze op de balans zetten. En dan weten ze van dat er de komende 5 jaar, en dan zeg ik het heel voorzichtig, zitten ze goed met die app. Natuurlijk zijn er redenen om wel eens cross-border te gaan. Ik ben ook geen tegenstander van cross-border. In die zin dat het soms heel goed kan zijn. Dus bijvoorbeeld, je hebt het vaker gehad over MVP, Minimal Viable Product. Ik heb ook een hele uitgesproken mening over MVP. Maar soms kan het heel goed zijn. Testen is natuurlijk, een klein begin is natuurlijk wel waardevol. En soms heb je daar een cross-border app voor nodig. Maar vaker is het eigenlijk zo dat we de app al maken in bijvoorbeeld Figma. En dan gebruikers laten testen en interviews afnemen. En van dat soort manieren, op een goedkopere manier dan bouwen in cross-border. Valideren of de ideeën die we hebben, of dat die succesvol zijn. Maar wij zeggen intern, flutter is flut. Dat is natuurlijk heel hard, een hele harde uitspraak. Maar dat komt natuurlijk ook omdat wij gewoon gespecialiseerd zijn in native. En wij geloven heel erg in native. Maar nogmaals, het kan zijn dat de cross-border kan werken. Is het sneller? Nee, het is niet sneller. Nee, je bouwt niet sneller. Nee, dat is gewoon afhankelijk van de partij die je hebt. Dus je hebt 1.2, 1.3, wat ik al zei. Dus dat wil ook zeggen dat die uren zijn 1.2, 1.3. Er zijn genoeg clubs, volgens mij, met genoeg capaciteit. Wij hebben in ieder geval geen moeite om snel genoeg te bouwen. Dus vaker dat de klant vertraagt dan dat wij vertragen. En daar bedoel ik mee dat we functionaliteit per stuk opleveren. Hè? We een variant van Scrum. En dan moet die klant daar akkoord op geven. Ondertussen zijn we al met B en C bezig. Maar het is wel fijn als de klant het tempo kan bijhouden. En ook goed kan nadenken over het accorderen van onderdelen. Dus dat je niet zegt, reageer binnen 2 uur. Want dat is, of binnen 2 dagen. Of soms wel binnen een week. Dat is soms niet realistisch. Het moet gewoon lekker getest worden. Misschien door een paar collega's. Om uiteindelijk naar die 5-ster app te gaan. Dat kost soms iets meer tijd. Maar dan heb je wel kwaliteit. En als je het niet goed doet, dan ook zeker cross-border. Maar als je het niet goed doet, dan ga je gewoon vergaas. Dan is de investering wat je erin hebt gestopt, ben je gewoon helemaal kwijt. Dus dan kun je beter, in mijn ogen, 20-30% meer betalen. En dan weten dat je you're here to stay. Goed valideren. We hebben allerlei methodes en processen om daar succesvol in te zijn. Maar als je dat denkt vanuit snelheid, ik moet snel, ik bespaar 20-30% tijd. Ja, dat is gewoon niet zo. Dus dat is jammer dat zo in de markt wordt verteld. Oké, een duidelijke visie. Heel mooi. Bob die stelt een vraag uitgaan. Hij zegt, een native kan misschien meer op maat gemaakt worden dan in bijvoorbeeld Flutter. Meer complexe features die beter werken. Eens met die stelling? Ja. Oké, en kun je iets meer vertellen van specifiek? Misschien voor die fitness app, weet ik niet, maar of een andere app? Ja, je hebt gewoon geen grenzen. Dus met native, wat jij zelf al zei, David, native is de manier zoals Apple wil dat een app werkt. Zoals Google wil dat een app werkt. Google heeft dan een Flutter, maar ik heb meer functionaliteiten in Android native dan dat ik in Flutter heb. Kun je een voorbeeld geven van daadwerkelijke functionaliteit die Flutter bijvoorbeeld niet heeft en die je wel hebt kunnen bouwen in native? We hebben een, laat ik het voorbeeld van een fitness app gebruiken. Ik heb net gezegd, we maken gebruik van vaste componenten. Hè? Vaste Android componenten ook om efficiënt te coderen. Maar Get Serious wil ook onderscheidend zijn op het gebied van design. En ook een stukje in gebruik. En dus zo hebben we een bepaald gebruik, een bepaalde manier van swipen. En oefeningen selecteren. Waardoor je wat meer gamification erin krijgt. Dat hadden wij met Flutter volgens mij, zoals ik weet. Ik weet eigenlijk best wel zeker, hadden we dat niet voor elkaar gekregen. Ja, dus daar heb je echt native nodig om
uitgebreide interface, dynamische elementen te krijgen die wellicht een Flutter niet realiseert. Oké, interessant. Ja, ik heb ook wel eens gehoord dat bijvoorbeeld bepaalde componenten, functionaliteit rondom bijvoorbeeld Bluetooth of dat soort dingen, connectiviteit in de niche, zeg maar, dat dat moeilijk is te vinden. Ik weet niet of je daar ervaring mee hebt of andere technische functies kunt benoemen die goed in native zitten. Bedoel je dat het moeilijk is om native developers te vinden die goed zijn in Bluetooth? Of bedoel je dat het moeilijker is om in cross-border goed snel werkende Bluetooth applicatie bijvoorbeeld te maken? Nou, het is hem allebei. Ik vind die eerste interessant, bedoelde ik niet. Maar ik heb wel een mooie stelling. Is het moeilijk om goede developers te vinden? Ja, het is wel moeilijk om goede developers te vinden. Dat is zeker in Nederland, hè? Dat is uitdagend. Is het moeilijk om developers te vinden? Nee. Is het moeilijk om goede developers te vinden? Ja, dat is gewoon een uitdaging. Maar er zijn best wel veel native developers in verhouding tot al die verschillende cross-border dingetjes. Dus natuurlijk heeft, om Flutter weer aan te halen, best wel veel mensen die zeggen dat ze Flutter kunnen. Of ze het ook echt kunnen, kan ik niet beoordelen. Maar het is gewoon wel goede developers vinden die in korte tijd kwalitatieve code developen die ook veel gebruikersaantallen aankunnen. Hè? Als je een app bouwt en je gaat ervan uit dat je maar 100 gebruikers hebt omdat het een B2B app is, dan heb je een ander spel. Maar wij spelen vaak het spel waarbij het goed moet zijn en dan heb je gewoon goede mensen nodig. Anders dan krijg je gewoon ontzettende koppijn van. En dat willen we niet. Dus, Nou, vertel eens, want dat willen we ook weten. Want dus heb je dus goede ontwikkelaars en minder goede. Hoe selecteer je goede ontwikkelaars en wat kunnen wij daarvan leren om ook goede ontwikkelaars te kiezen? Hoe selecteer je een goede developer? Een goede developer selecteer je gewoon een track record. Dus laat maar zien wat je echt gebouwd hebt. En niet in een team van 25 developers, bij wijze van spreken. Of 5 developers. Maar wat zijn de onderdelen die jij hebt gebouwd? Doe eens deeloplevingen van wat jij echt gebouwd hebt. We hebben natuurlijk code checks. We hebben automatische manieren om code te checken. Maar we laten hierdoor onze tech lead codes checken voordat iemand überhaupt voordat we überhaupt mee gaan samenwerken. Dat is interessant, want dan heb je dus echt een technisch iemand nodig, hè, een tech lead. Om dat te kunnen checken, kun je dat als leek ook? Kun je ook zien aan een ontwikkelaar of misschien een bureau of ze kwaliteit hebt? En hoe zou jij dat checken, zeg maar? Of hoe hou je die kwaliteit voor jezelf hoog, laat ik het zo zeggen? Ja, hoe houden wij die kwaliteit zelf hoog? We don't say yes to everything, we say everything to our yeses. En daarmee wil ik zeggen dat we dus die focus ontzettend belangrijk is. En ook voor developers is focus belangrijk. Sommige developers vinden het heerlijk om aan 3 projecten in de week te werken. Anderen vinden het fijn om 1 project te werken een hele lange tijd. Dus zorg dat ze in zijn comfortzone zitten. Iedereen moet in zijn comfortzone zitten. Moet zich fijn voelen. En ga dan kijken wat ze kunnen presteren. In mijn bedrijf werken we met mensen die gewoon al langer wel langer native bouwen. Dus wij hebben ervoor gekozen om eigenlijk geen of nagenoeg geen juniors aan te nemen. Of in ons team op te nemen. Omdat we gewoon, in mijn ogen is er geen ruimte voor imperfectie. Daar krijg je hoofdpijn van. Ik slaap graag heel goed. Dus, en als ik mensen dan echt het vertrouwen heb dat ze het kunnen maken, kan ik ze ook vrijgelaten. En dan maakt mijn leven zoveel fijner. Dan kan ik er focussen op welke functionaliteit wordt mijn klant nou succesvoller van? En wat zijn de doelen van mijn klant? En hoe kan ik die doelen behalen? En daar heb ik al mijn aandacht voor nodig. Want we kunnen alles, maar wat wil je doen om ervoor te zorgen dat die klant echt dat geld waard bent? Ja, mooi. Ik vind het wel leuk dat je die ervaring als kwaliteitsstandaard neemt. Grappig verhaal. De naam van mijn bedrijf is App Specialisten, dat wist je. Maar die naam is ook bedacht met het idee van elke ontwikkelaar is ergens goed in. Iedereen heeft zijn specialisme. En door die specialisme te laten zien op basis van ervaring, kun je ook zien, hey, die is daar goed en daar goed in. Dus ik ken ontwikkelaars die juist zeggen van hey, cross-platform, dat is best wel interessant. We gaan wel samen met de klant vaak kijken, moet het native of cross-platform zijn? Bij jullie hoor ik sterk die nadruk op kwaliteit en ook die garanties die daarbij horen. Dat vind ik echt een enorm sterke propositie. Hey, je zegt niet, we zijn niet everything to yes, don't say yes to everything. Oftewel, waar zeg je nee tegen? Wat voor klussen moet je nou echt niet bij Glamorous Code zijn, bij jou zijn, zeg maar? Cross-border. Dus we hebben, dat is heel simpel. Dus cross-border opdrachten doen wij gewoon helemaal niet. Hè? Dus, en als iemand hier komt met een idee waarbij cross-border beter zou zijn, in een bepaalde MVP-fase bijvoorbeeld, wat ik me kan voorstellen, dan
Dan geloof ik in die brutal honesty en dan zeg ik dat eerlijk tegen mijn prospect, dus tegen in dat gesprek. En dat is soms tijdens de eerste kopje koffie, of is vaak tijdens de eerste kopje koffie, vaak ook tijdens de eerste kopje koffie, dat ik zeg, je hebt helemaal geen app nodig. Begin eens met een WordPress website en ga eens testen. Hè. Dus er zijn, we don't say yes to everything. So, dus we gaan van tevoren selecteren, is die mijn gesprekspartner, is het bedrijf waar ik mee praat, is die startup, is die echt geholpen met een app? Ja, is die echt geholpen met een native app? Ja, past die bij ons? Worden mijn developers ook warm van? Hou ik hiermee mijn team bij elkaar? Zijn ze een goede gesprekspartner? Zijn ze kwalitatief? Denken ze na over wat ze doen? Want wij werken dus alleen native, maar we werken wel in allerlei branches. Dus ik heb ook wel mijn klant of mijn marketingmanager of mijn CEO, waar ik dan mee de gesprekken mee heb. En die moet wel bereid zijn om, en die moet ook wel de kennis van de markt hebben om een succesvolle app neer te zetten. Als ik het gevoel heb dat die persoon niet genoeg kennis heeft, dan kies ik er liever voor om met iemand anders te werken. En dan zeggen wij nee. En dat is heel hard, maar het zorgt er wel voor ja, dat we 5-ster apps bouwen. En dat we apps bouwen die impact maken. Half werk, daar geloof ik zelf niet in. En geloven we denk ik allemaal niet meer in de markt, in de open markt waarin we leven. Dus je moet, om kwaliteit te zijn, om mee te kunnen met niet alleen de beste, maar gewoon überhaupt geld te verdienen, denk ik. Die gebruikers zijn zo kritisch tegenwoordig. 3-4 jaar geleden was het anders, hoor, maar er is gewoon een tendens gaande dat die gebruiker, is het een bugje? Dan moet er heel snel op gereageerd worden. Als het niet zo is, dan ben je gewoon, dus ik merk het bij mezelf ook, dan zeg ik ook mijn abonnement op. Als jij met deze Riverside tool om de podcast te downloaden, als dat niet lekker werkt, dan zoek je naar iets anders. Dus mensen worden kritischer en terecht. Maar wijzen ze ook kritisch op welke klanten we aannemen. Want anders dan, ik heb niks aan eenmalig een app bouwen. Dus wij hebben lange termijn samenwerkingen. De Eindhoven Airport 7 jaar, Philips Pathology 8 jaar. Zimmer Biomet 5e app. We hebben allemaal mooie cases. En om rust en veiligheid hier in mijn bedrijf te houden, ja, moeten we continuïteit hebben. Dus eenmalig een appje lanceren wat vervolgens flopt. Dat kan natuurlijk een keer gebeuren. Ik zeg niet dat het nooit gebeurt. Maar we doen er wel alles aan om het te voorkomen. Nou, vind ik een mooie manier om het te beschrijven. Je hebt een duidelijk verhaal en ik denk dat dat... Nou, wij zijn een helder geluid is. Een kristalhelder manier om dat in de markt te zetten. En dan weet ik precies wat je dan hebt. Kijk, als ik nu terugkijk op je verhaal, hoor ik echt een aantal dingen van, oké, die kwaliteit van die app, als je dat wil, en dus die 5-sterren app, en dus wellicht ook die hoge ranking in de App Store, moet je er gewoon een aantal dingen aan doen. Ja, dus of je nou voor Climbers Code gaat of niet, dat is eventjes om het even, maar dat kun je bieden. Maar als je dat zelf wil gaan doen, dan moet je dus zelf zorgen voor die feedback, die goede user interface, die native ontwikkeling. Reageren op de feature request van gebruikers. En dat vind ik wel een krachtig verhaal. Wat ik me kan voorstellen is dat sommige mensen die inderdaad in de start-up fase zitten of een starter zijn met een app idee, dat ze moeten gaan nadenken, wat zijn de stappen die ik ga zetten? Want die neemt dat voor ontwikkeling, die ik denk heel waardevol is, ja, heeft natuurlijk ook een prijskaartje. Dus ik weet niet wat jullie prijs zijn, maar laat ik zeggen, gemiddeld in de markt zie ik dat een native app vanaf €30.000 of meer wordt gebouwd. Nou, dat is behoorlijk wat geld. En dat is vaak slim om eerst stappen daar naartoe te zetten. En dan uiteindelijk bij zo'n native app ontwikkeling uit te komen. Dus een aantal stappen, bijvoorbeeld zo'n MVP ontwikkeling of zo'n marktonderzoek of van tevoren validatie van je idee. Ik heb dat overigens in een stappenplan gezet voor mensen die geïnteresseerd zijn op appspecialisten.nl/stappen. Vind je dan het A tot app stappenplan. Kun je nog eens even rustig doorkijken van, hey, hoe zitten die stappen nou in elkaar voor mij? Robert, misschien wel leuk om dat even te spiegelen met jou. Wat is jouw stappenplan als je met een starter aankomt? Wat zou jij hen zeker adviseren? Ja, we hebben onze GOAT method, hè? Glamorous GOAT, greatest of all times. We hebben een methode waarop we dat aanvliegen. En ervoor zorgen dat je geen uitgaven doet waar je niks voor terugkrijgt. Dus het gaat in stapjes. Je hebt ook een mooi stappenplan. Wij werken ook in stappen. Dus het is niet zo dat je in één keer akkoord geeft op €30.000 of €60.000 of €200.000. Nee, daar gaat een proces aan vooraf. En dat proces, daar worden wij het liefst zo vroeg mogelijk mee in betrokken. Want daar hebben we een methode voor. Het is een soort navigatie. Dus je weet niet van tevoren hoe ik, als ik nou naar appspecialisten.nl vanuit de Glamorous Goat rij, dan weet ik niet hoe ik, dan denk ik wel dat ik weet hoe ik moet rijden. Maar als er
iemand op de weg ligt te protesteren, dan moet ik een andere route pakken. We zitten hier in Oosterwijk, als het spoor dicht is, dan pak ik een andere route. Dus van tevoren weet ik niet mijn route, maar ik weet wel mijn doel. Dus ik geloof heel erg dat je van tevoren al in een vroeg stadium met elkaar gaat bepalen van wat is je doel, wat wil je nou bereiken? En er kunnen meerdere doelen zijn, maar vooral ook daar focus, 2-3 doelen max. En definieer succes. Wanneer ben je succesvol? Kun je een voorbeeld geven van zo'n doel, van zo'n gedefinieerd succes? Ja, zeker. Er zijn heel veel. Heb je een voorkeur voor een app die we hebben gemaakt? Ja, we hebben net die fitness app bijvoorbeeld gebruikt. Wanneer zijn zij nou succesvol? En hoe kan je daar naartoe werken? Personal trainer in je broekzak. Dat is een beetje hun wat ze willen bereiken. Dus ze willen bereiken dat je hetzelfde ervaring hebt omdat je een dure personal trainer naast je hebt staan. Dat is hun doel. En vervolgens hebben we daar ideeën bij gedefinieerd. Dus wat zijn nou ideeën om dat doel te behalen? En vervolgens ga je die ideeën valideren. En dat kun je natuurlijk doen door extra dingen te onderzoeken. Dus MVP kan het zijn, maar het kan ook een bierviltje zijn. Het kan ook zijn, ik zie dat de concurrentie het doet. Of ik zie, we hebben een hele waaier van wat je kunt doen. En dat daarmee kwantificeren we wat de kans op succes is. Dus er komt gewoon een rapportcijfer uit van 0 tot 10. En dan zeggen we, oké, met 7,3% zekerheid hebben we gaat dit idee bijdragen aan mijn doel. En dat idee hangt ook een prijskaartje aan. Dus idee 1 kost bijvoorbeeld €3.000. Nou, met 7,3 zeggen we, oké, dat kunnen we gaan doen. Hebben idee nummer 2 is duur, is €10.000. En heeft een score van 2 zekerheid. Nou, dan ga je het dus niet doen, waarschijnlijk, hè. Tenzij onze klant zegt, nee, ik geloof er echt in. Maar in principe zeg ik dan, nee, doen we niet. Want dan geloven wij er niet in. Dus we kwantificeren de ideeën. Dus ideeën komen tot je doel. En die ideeën worden ook weer kleiner gemaakt in stappen. En van stappen naar taken. En zo bouwen we naar succes. Oké, dat vind ik wel interessant, die code method. Hè? Dus het is echt dat meten van welke functies ga ik toevoegen, welke ideeën ga ik doen. Dat vind ik wel verhelderend, want dan wordt het uiteindelijk een soort van tastbaar. Hè? Soms blijven we een beetje zweven van, is dit nou een goed idee of niet? Dus dat vind ik wel mooi. En bij die fitness app, hè, je wil die coach in je broekzak zijn. Dus is dat dan ook een doel van, ja, heel gekwantificeerd is dan van, ik wil 200.000 gebruikers hebben, of ik wil bepaalde omzet hebben, of moet ik dat niet zo zien als doen doel? Ik heb liever nog een hoger doel. Dus een doel waarvoor je die gebruikers nodig hebt. Natuurlijk heb je gebruikers nodig, want je hebt geld nodig om jezelf te betalen, om de app door te ontwikkelen, in marketing te stoppen. De wereld is niet gratis, dus het moet sowieso een succes worden. Alleen het is wel goed om echt een purpose te hebben met je app. Ja, nogmaals in stappen, met Get Serious. We zijn gewoon gestart met natuurlijk een paar keer, eigenlijk 2 keer koffie. En dan hebben we een App Accelerator Day. En tijdens die dag gaan we met elkaar kijken of dat er een match is. En of wij denken dat zij succesvol kunnen zijn met die app. En dan krijgen ze ons aan de hand allerlei documentatie mee. Wat hun eigendom is. En daarmee, met die documentatie, kunnen zij keuze daarin maken. En we hebben ook allerlei templates op de website staan. Hè? Een business case template, app idee checklist, een SWOT template. Nou, noem maar op. We hebben genoeg content op glamorousgoat.nl. En met die content wordt mensen al vaak geholpen. Dus komen ze bij ons al vaak goed voorbereid. Het kan ook zijn dat het gewoon met een kop koffie begint. En dat ik dan vervolgens aangeef. Hey, joh, kijk eens naar dit document, vul dit eens in. En dan komen ze alweer tot nieuwe inzichten. En zo help je elkaar van idee tot app. Ja, precies. Dus je moet voor jezelf steeds bewust zijn van, oké, waar ben ik nou op weg? Maar ook welke stappen zitten daartussenin? Dus zo'n document helpt daar enorm bij. Oké. Even kijken, Robert. Ik krijg nog een vraag binnen van Wilma. Wilma die zegt, ik word heel blij van jouw verhaal. Ik vind het serieus. Dus de Serious app ook heel vet, zegt ze. Maar het klinkt ook voor een starter onbetaalbaar. Ja, dus impliciet die vraag in, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je als starter nou toch een prijzig idee betalen? Misschien durf je iets te zeggen over de prijsrange waarvoor dit gerealiseerd is? Ja, ik weet niet of de jongens ervan blij van worden als ik de prijsrange van deze app deel.
Nou, laat ik het dan eventjes als buitenstaander. Ik weet de functies ook niet helemaal, maar zo'n fitness app met veel functies kan makkelijk 15.000 euro kosten. Dat wellicht is het iets anders, maar dat is even mijn hele grove prijsschatting. Misschien dat je daar iets dan mee kunt, Robert. Hoe maak je dat betaalbaar? Hoe hebben zij dat betaalbaar gemaakt? Zij hebben het betaalbaar gemaakt door met een heel goed plan zeker te weten dat ze succes hebben. En door met een prototype variant. Ik noemde het net al heel eventjes, maar die is echt heel belangrijk. Want ja, als je iets ziet hoe het wordt. En dan heb ik niet over een paar lousy of lelijke pdf'jes. Maar dan heb ik het echt over op de telefoon van die investeerder laten zien hoe die app gaat worden. Precies weten wat het gaat kosten. Zeker te zijn dat je weet, deze functionaliteit krijg je voor die prijs. Dan helpen wij vaak. En zo heb ik hun ook geholpen. En daarom, ik ben ook zelf investeerder, dus ik weet een beetje hoe investeerders naar kijken. Dan helpen wij onze klant om die management buy-in of die investeerders buy-in te doen. Dus je hebt geld nodig. Zit het in die contraien van Cat Series van 50? Ja, zeker. Het is nog ietsje meer zelfs. Dus zij hebben echt wel hun nek uitgestoken. Dus zij zijn wel heel serieus. En er is ook alleen maar ruimte voor het serieus aan te pakken. Dus kun je met 30.000 euro een app krijgen? Ja. Bouwen we wel eens een app met 30.000 euro? Jazeker. Interne apps? Kan allemaal. Clean and mean? Ja. Dan heb je een duidelijke doel. En zo kun je in stapjes daar naartoe werken. Maar uiteindelijk kost het gewoon... Kost succes een investering vooraf. En dat is heel eng, maar daar helpen we wel bij. En die investering komt niet bij het eerste gesprek en ook niet bij het vijfde gesprek. Dat gaat in stapjes. En ieder stapje heb je oplevermomenten en ook ontkoppelmomenten. Ik geloof heel erg in continu waarde leveren. Dus vendor lock-in, wat je wel eens ziet. Ja, daar ben ik zo hard op tegen. Dus ik wil dat... Je gaat met elkaar een samenwerking aan. Het kan wel eens zijn dat iemand zegt van, oh, ik vind dit even niet fijn of dat niet fijn. Daarvoor hebben we evaluatieformulieren. Daarvoor hebben we intensieve gesprekken. Maar iedere week moet die klant blij zijn. Mijn vrouw moet ook iedere... Avond sluit ik ook netjes af. En ik altijd lepeltje. Hè? Dus je moet gewoon zorgen dat het klopt. En continu blijven leveren. En dan heb je met elkaar een fijne samenwerking. En dan durf je dat soort bedragen uit te geven. Als je er geen goed gevoel bij hebt, moet je het ook zeker niet doen. Oké, helemaal goed. En jij zegt dan met investeerders, hè, we hebben een paar podcasts terug hebben het gehad over subsidies en dat die, laat ik zeggen, in de beginfase waarschijnlijker zijn of makkelijker te krijgen dan een investeerder overtuigen. Vaak omdat je nog geen omzet of groei kunt laten zien aan investeerder. Heb jij meegeholpen bij Sirius Fitness Lab om een investeerder te overtuigen en wat kunnen we daar eventueel van leren? Ja, ik ben het oneens met de stelling dat het makkelijker is om subsidies aan te vragen. Ik denk dat je een subsidieland is best wel complex. Ik heb best wel ervaring met subsidieland. Er zijn ook wat adviseurs die subsidieland, die kosten ook geld. Processen zijn lang, het duurt lang voordat je kunt starten. Dus dan ga je snel cross-border flut-apps bouwen om snelheid te hebben. En ondertussen zit je met te wachten op je geld en te hopen en te presenteren en te doen. Een goed plan. Levert gewoon investeerders op. En dat is gewoon veel makkelijker dan subsidie. Ja, dat is nieuws voor mij. Want als ik met investeerders spreek, dan zeggen ze allemaal van ja, laat maar zien hoeveel geld verdien je. Laat maar zien wat je groeiplannen zijn, want dat geeft mij zekerheid. En een plan ja, is allemaal papier. Er is nog geen zekerheid over omzet, laat staan groei. Dus ja, je bent ook investeerder. Hoe kijk jij daarnaar? Geeft dat dan genoeg zekerheid, zo'n plan? Geeft een investeerder is eerder geneigd risico te nemen dan een ambtenaar. En de investeerder of die subsidie kan misschien wel, ik zeg niet, ik doe me heel kort op de bocht dat ik het niet mee eens ben, hè, want het zit genuanceerder. Hè. Het is niet zwart-wit. Ja, je moet zekerheid bieden aan die investeerder. Die investeerder moet ook een zeker gevoel hebben dat hij met jou succes gaat maken. Als hij dat een beetje niet voelt, als hij een beetje voelt van dit gaat hem misschien niet worden, dan is je verhaal niet goed. Dan is je voorwerk niet goed gedaan. Maar ik durf zeker aan te zeggen, de trekken die wij doen, waarbij we een initiële investering nodig hebben om die beelden te maken, om het onderzoek goed te doen. En als je dat is een hele beperkte investering. En daarmee heb je gewoon echt een goed plan. En met onze methode krijgen we daarmee altijd financierders. En ik ga zelfs vaak mee naar investeerders in een verder gevorderd stadium om uit te leggen
waarom die investeerder zo zeker van kan zijn dat hij zijn geld verdient. En met GetSerious, app is nog is amper live en we zitten al, het zit al hartstikke goed wat dat betreft. Ja, dus dat is denk ik een heel eerlijk antwoord. En subsidies, joh, ik heb bij Midpoint Brabant, hebben ze fantastische mensen, heel veel kennis, maar je bent zo lang aan het kletsen met mensen die zo breed ingesteld zijn. Hartstikke leerzaam. Als je tijd als hooi hebt, maar ik heb geen tijd als hooi. Ik moet laserbeam focus succes genereren. Dat vind ik wel mooi dat je het zegt. Dat is inderdaad echt de Achilleshiel van een subsidie. Je bent er lang mee bezig en het is veel geklets, inderdaad. Maar goed, er komt ook een opmerking van Boudewijn binnen. Boudewijn die zegt, er zijn geen durf investeerders meer in NL. En Bob zegt, maar met investeerders ben je dus gelijk een stukje eigendom en autonomie kwijt. Of hoeft dat niet? Hè? Dus ze benoemen eigenlijk de Achilleshiel van de investeerders. En omdat je zegt, doe je plan goed, ga naar investeerder en bouw het in één keer goed native. Hè, even heel kort samengevat. Hoe ga je om met die nadelen van, het is moeilijk om durf investeerder te vinden in Nederland. En je bent wellicht een stukje eigendom kwijt en autonomie daardoor ook. Hoe doe jij dat? Er zijn heel veel durf investeerders. Er is gewoon geld. En ook in deze tijd, in een stille crisis waar we in zitten, is er nog steeds heel veel geld. De rentes zijn omhoog gegaan, dus is het moeilijker geworden? Ja, het is moeilijker geworden. Hè? Dus waar je eerder een rendement van 4-5% aan je investeerders kon beloven, moet je nu misschien wel naar 10%. Dus is het moeilijker geworden? Ja, zeker. Maar zijn ze er daarmee niet meer? Nee, natuurlijk niet. Er zijn hartstikke veel mensen met hartstikke veel geld die nog meer geld willen hebben. Of in jou geloven, of in jouw purpose geloven. Er zijn geen investeerders meer. Dan heb je je werk niet goed gedaan. Punt. Het tweede stukje, eigendom kwijt. Ja, je moet wel onderhandelen met een durf investeerder. Je moet wel waarde laten zien. En als je in een te vroeg stadium naar een investeerder loopt, ik heb misschien een ideetje, en wat vind je ervan? Failure, te vroeg aan laten haken van een investeerder, zorgt ervoor dat je groot percentage kwijt bent van je aandeel. Hoe later je er iemand bij kunt halen, hoe meer je het eerst zelf kunt doen, hoe meer je die zekerheid kunt garanderen, hoe meer je met zekerheidsscores maar kunt werken, hoe minder risico je aan je investeerder geeft, hoe beter je onderhandelingspositie is en hoe lager het eigendom blijft wat je kwijt bent. Oké, dat vind ik wel goed. Dat zijn mooie oplossingen, Robert. Dadelijk ook graag van, hoe vind ik nou een investeerder? Want dat is dan moeilijk, hè? Want waar zijn ze? Maar eerst heel eventjes, je zegt eigenlijk van, ga voordat je omzet hebt al naar een investeerder. Tegelijkertijd hoor ik je ook zeggen van, ga niet te vroeg naar een investeerder. En dat meetpunt van omzet, of misschien zelfs groeien omzet, is natuurlijk wel een hectisch punt, of een moeilijk punt. Want dan pas wordt je bedrijf of je app waardevol. Wanneer is dan, zeg jij van, dat zou dan een goed punt zijn om wel naar een investeerder te gaan? Ja, daar is niet één antwoord op mogelijk, David. Dus dat is helemaal afhankelijk van de situatie en wat voor app je wil gaan maken. Wat is vroeg? Hè? Wat is de definitie van vroeg stadium of laat stadium? Ik vind het een hele lastige vraag om op te antwoorden. Maar ik kan wel zeggen dat als je je prototype hebt en je hebt je prototype goed onderbouwd, gemaakt of laten maken, en je komt met een killer S presentatie bij de juiste mensen terecht, dan is je kans op succes wel heel erg groot. Oké. Nou, goed dat je die ervaring hebt. En dat is bijvoorbeeld ook voor dat Sirius Finish Lab. Die hebben dat op een vergelijkbare manier gedaan. Begrijp dat goed? Ja, ze hebben het geluk dat er een marketingman aan boord is. Dus ze kunnen hele mooie presentaties maken. En ook hele mooie content. Ze hebben het geluk dat ze een eigen developer in het team hebben zitten. Developer / product owner. Dat maakt voor ons communicatie makkelijker. En de derde persoon heeft de boeken geschreven van tevoren. Dus die kennis die is er in overvloed. 500 trainingsschema's zitten er in die app, dus je krijgt echt een tailored oplossing. Dus super vet team hebben zij bij elkaar gevonden, heeft eigenlijk één iemand bij elkaar gevonden. En dat zorgt er ook voor dat wij zelf ook hebben meegeïnvesteerd. Dus zoals ik al zei, ik ben ook een investeerder, dus het is uitzonderlijk, maar wij doen ook zelf wel eens mee. Als het echt een goed verhaal is, dan wil je altijd meedoen natuurlijk, want dan heb je kans om impact te maken. En we willen met elkaar allemaal impact maken, denk ik.
Ja, hoi. Goed dat je dat ook even noemt, dat team. Robert, ik zie je al op de horloge kijken. Het is 10:55. Ik wil hem graag afsluiten met nog een laatste tip van jou. Die je nog wil meegeven van, hey, beste starter met een MPD, denk hier zeker aan. Bel Robert Marks van Glamorous Goat. Denk daar maar aan. Iedereen is van harte welkom. Nee, dat is natuurlijk een beetje flauw. Besteed je tijd goed. Creëer urgentie voor jezelf en besteed je tijd goed. Want die tijd die tikt heel hard door. Dus als je te lang wacht, als je niet durft om iets te investeren, dan komt er uiteindelijk niks. Er is zoveel kennis in de markt. Ik ben bij jou ook, David, dat mensen bij jou een programma volgen, dan krijgen ze zoveel kennis. En dan moet je een kleine investering voor doen, maar dan krijg je die acceleratie. Dus die learning curve die stijgt dan exponentieel. En ik denk dat het ook leuk is om dat proces mee te maken. Dus alleen al vanuit het plezier. Je moet er natuurlijk plezier in hebben. En ik heb heel veel plezier in dat die learning curve zo hoog is bij mijn klanten. En dat is voor jou volgens mij ook, David. Dus als we iemand naar jou doorsturen omdat ze te vroeg zijn. En ik nog te vroeg voor ons zelfs. Dat is echt heel vroeg. Maar dan kun je door die focus te houden, door urgentie te hebben bij jezelf, kun je tot waanzinnige apps komen. Want het kan gewoon. Hè? Dus er is gewoon ruimte voor succes in de markt. Er is zelfs ruimte in de fitnessbranche voor goede apps. Maar you're a joker if you settle for mediocre. Dus pak het goed aan. Mooi gezegd. Dankjewel, Robert Marks van Glamorous Goat. Voor de mensen die dit nog kijken en zoiets hebben van, hey, ik wil er meer over weten. Inderdaad, Glamorous Goat, zoek ze op. Ga eens kijken wat hun aanpak is. Hebben we een mooie document op de website staan. Wil je nou een concreet stappenplan van hoe je het echt van A tot Z aanpakt? Zoals ik het zou aanpakken, ga dan naar appspecialisten.nl/stappen. Dus dat zijn twee concrete dingen met alle content die je krijgt. Nogmaals bedankt, Robert. Heel graag gedaan. En Robert, we gaan zo met jou, met de mensen die nu live meeluisteren, gaan we even naar de eigen groep. Gaan we online luisteren naar bijvoorbeeld de vraag, hoe kom je dan aan die investeerders? De investeerders en durfinvesteerders in Nederland. Dus dat gaan we zeker bespreken. Dat is voor mensen die in de Take-Off zitten, het begeleidingsprogramma dat ik heb.